Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van uh, Het Gesprek. Het Gesprek uh, voer ik vandaag met Riepke Zeilmaker. Voor velen niet een onbekende, op heel veel manieren. Voor mij in ieder geval niet, omdat het de eerste gast was die ik ooit uh, interviewde. Het uh, was toen een interview waar ik dacht van... Jeetje, wat lastig om te interviewen, want ik kan er niet tussen komen. Nee. Ik heb me voorgenomen dat vandaag heel anders te gaan doen. Maar we gaan hier gewoon met elkaar uh, spreken over de dingen die we in de wereld zien gebeuren... ...over de eindtijd, die misschien ook wel een begintijd is... ...en wat dat heeft te maken met wat er om ons heen allemaal gebeurt. Riepke, hartelijk ja. welkom. En ook uh, Simon van Groningen, hartelijk welkom als uh, onze huistheoloog uh, ...in uh, Interessante Tijden TV. En uh, ik vond het inderdaad heel mooi, hè. je kent mij van mijn werk van de SDG's... ...de Sustainable Development Goals, de serie die we hebben gemaakt toen... ...voor Blue Tiger, daar is een gids voor gekomen. Heel veel van de dingen die ik toen beschreef, dat is alweer drie, vier, nee vier jaar geleden... Uh, zijn inmiddels gewoon uitgekomen. Of de, die zijn veel openbaarder voor mensen gaan ontvouwen. Je hebt het ook kunnen zien. Hè, er zijn steeds meer navolgers die nu ook eindelijk inzien... die er toen nog niet aan wilden. Die zeiden, ja, het is complot, blablabla. Maar die nu gewoon moeten erkennen... ja, het vindt gewoon voor je ogen plaats. En uh, wat, 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 wat is er dan eigenlijk erg aan? Kun je dat nog even kort samenvatten? We, misschien niet van alle 17, maar... Nee, waarom, nee. Is het, waarom is het zo, zo erg dat dat voor ons ogen plaatsvindt... en waar moeten we voor... Nou, Vrezen. eigenlijk heel klassiek. De weg naar de hel, waarmee is die geplaveid? Uh, met, goed ja, met goede voornemens. Goede, met goede bedoelingen. Sustainable, goede, sustainable met, development. Ja, met goede SDG-doelen. Nou, ja. Dus in intenties lijkt het steeds heel nobel, maar als je gaat kijken naar de consequenties, zie je dat het steeds leidt tot een. Onmenselijkende agenda. die vrijheid wegneemt. die controle over grond. grondstoffen uh, neemt. en die uiteindelijk mensen reduceert tot slaven. En daarom zie je ook in SDG 13. klimaatactie. Ja, het ligt ook gewoon open en bloot. zie je dat vrijmetselaars oogje. dat boze oogje ook. dat is ook het hart van die agenda. want dat betekent niets anders. dan een kapitaaltransitie. van de middenklasse naar de allerrijksten. Uh, waarbij een kartel. Uh, van banken. Uh, oliemaatschappijen, noem maar, maar op. Uh, contro eigenlijk controle over de overheid heeft overgenomen om dat programma uit te voeren. Dus macht, mensen die macht willen uitvoeren en die dat in een soort kartel doen... en de mensen die moeten eigenlijk voldoen aan de regels van ja, het machtskartel. Het klootjevolk uh, moet als het ware daaraan voldoen. Je kunt het ook zien in de parabel van uh, Pallas Athene. Dat is de uil, dat is ook het symbool van Minerva... waar ook al die juristen in uh, Nederland vandaan komen leiden. Hè, de uil staat ook uh, symbool voor de dood... En er is ook zo'n parabel van Pallas Athene... die eigenlijk die ezel, oftewel ons klootjevolk... dan zo het ravijn induwt. Mm -hmm. En er hangt ook een spreuk dus bij Minerva in Leiden... wat ook hè, van... Uh, nou, van uh, hè, wij moeten uh, on, ons van uh, ons scheiden of zo. Dus staat de de Sociëteit de Witte is dat toch in, uh, in Minerva? Uh, dat is uh, Sociëteit de Witte, dat is in Den Haag. Dat is in Den Haag. Ja, ja. ja. Okay. Hè, maar die hele symboliek kom je ook achter. Dus hoe verder je ook in die agenda uh, je verdiept... Uh, hoe meer je ook ziet dat er toch wel degelijke kwade intenties zijn. En dan komen we ook op jouw terrein, want dan komen we op het theologisch terrein. Ja, wat, wat ik bijvoorbeeld zie, hè, want jij zegt we, gaan, uh, of we zeiden we gaan het hebben over eindtijd. Maar ik, uh, dan begin ik zelf altijd graag bij het begin. Mm -hmm. Want als je nou de eerste hoofdstukken van de Bijbel uh, neemt, daar staat er heel erg veel in. Maar een paar dingen die ik eruit haal. God schept een wereld mm -hmm. met een klimaat. Hè, uh, er gebeurt daar van alles. Maar, bedoel, ja. hij, hij maakt een wereld. Uh, en hij gaat hem ook onderhouden. Uh, mm -hmm. Ten tweede, hij schept de uh, mens mm -hmm. naar zijn beeld en mm -hmm. naar zijn gelijkenis. En ten derde, hij schept het huwelijk. Hij zegt: hé, hey, man en vrouw, uh, en dat moet maar vruchtbaar worden en de aarde ja. volmaken. Dat zijn drie pijlers eigenlijk van het mm -hmm. begin. Ja. Als je nou ziet, ook, ook bij die Sustainable Development Goals, hè, wat, mm -hmm. dat, dan zie je van die wereld door God laten onderhouden, gaat het natuurlijk niet lukken. Dat klimaat moeten we zelf gaan uh, regelen. Ja. Uh, dus dat is echt een aanval op de, op de allereerste, uh, niet meer de geest zweeft over de wateren, maar de Goldsteins, die houden het in de gaten. Het, het, uh, het ja. tweede, God schiept de mens naar zijn beeld. Ze zeggen ja, maar <laughs> dat nee, is het... natuurlijk niet meer waar. De, nee. de mens schept zijn eigen beeld. Maar en uh, die mens moet ook, is een klootje volk, moet verbeterd worden. Dat moet in transitie dus, uh, Dat sowieso. Ja, maar, moet gemanipuleerd maar, worden. Maar je moet wel bedenken dat je, uh, her, uh, bedenken dat je je eigen beeld schept. Jij mag bepalen. Wie jij bent. Ja, de je... mens kan worden wat hij wil. Want eigenlijk ja, de concept. grondslag is ook van het humanisme, wat uiteindelijk ook een vorm van atheïsme dan ja. in ontgaard. Ja. En, het, en het, het huwelijk, ja, dat is natuurlijk helemaal een, uh, achterhaald. Uh, SDG 5 is dat. Ja. Ja. En daar komt ook gender equality, alles komt daaruit. En die gender twijfel. Of in ieder geval bij. Uh, waar, en wij zien dat ook om ons heen: allemaal mensen die aan twijfel worden gebracht over hun geslacht. En dat het De ontdekking dat dat gewoon wordt gesubsidieerd vanuit de overheid. Dus dat er. Club zijn en dat is een onderdeel van diezelfde 2030 agenda, dat het uiteindelijk allemaal wordt betaald door de overheid en door bepaalde miljardairs. Om mensen gewoon onzeker te maken over zichzelf. Ja, hè? En te, de, te laten verzwakken. Ja. En dan kom je uiteindelijk tot de bron van die agenda. Hè. Het, zijn, het lijken prachtige doelen, maar in, in ten diepste zit er een hele kwaadaardige, nageestige sfeer achter. En dat hè, ook een beetje de slagzin van uh, Mephistoles in uh, De Faust. Die dan op een gegeven moment ook tegen hem zegt: van het waren beter dat dit alles er niet was. En kijk je echt verder ook in. Hè, er zijn ook plannen geweest voor depopulatie. En al die, die dingen blijken toch op zekere hoogte wel degelijk te, te kloppen. Als plannen bestaan ze. En er zijn ook aanwijzbare personen die zich op die wijze hebben uitgesproken. Bijvoorbeeld Dennis Meadows van de Club van Rome. Van, nou, dat we maar op een geciviliseerde manier van zoveel mogelijk mensen moeten afkomen. Uh, die afgebroken Georgia Guidestones. Dat is ook zoiets raars, hè? Van dat de populatie uh, tot een half miljard moet worden teruggebracht. Ja. In perpetual balance with nature. Ja. Ook wel heel frappant dat die. En ja, wie dingen... bedenkt dat, hè? Ja. ja hij dus, maar ik bedoel, ja, daar maar... zijn geen normen voor. Dat, uh, dat wordt zo uh, ergens uit een uh, dikke duim gezoogd, toch? Nou, maar dan hangt het er wel van af welke dikke duim. Want het is wel heel frappant dat jij zo'n monument. In Georgia kan oprichten in 1980. Het zat alleen bij wie het heeft gedaan, RC Christian. Men heeft daarom wel vermoed dat het vanuit de Rozenkruisers is gesticht. En iedere keer waren er gewoon christenen die werden gewoon boos: van nou, dit is een satanisch plan. Ik bedoel, dit wordt gewoon, de genocide van miljarden mensen wordt hier eigenlijk gepromoot. Ja. Als plan voor de 21ste eeuw. En uh, die bekladden dat dan van Satan: You will have no uh, rain over us en zo. En dat werd gewoon weer netjes schoongemaakt. Nou, moet je gewoon eens nagaan dat er in Nederland, bijvoorbeeld in Friesland. ...in plaats van de liever dood dan slaaf... Uh, ...steen van de Friese vrijheidsstrijd... ...zou daar staan, wij moeten de resterende joden... ...in Nederland ook nog even uitroeien. Dan zou dat toch meteen opgeruimd worden. Maar als er dus een monument... Wat zou je hopen? Ik ben daar tegenwoordig ja, niet hoop, meer uh, heel zeker van. Maar ja. Nee, nu, nu niet meer... ...want al die uh, Gaza-gekkies... Die, uh, die, ja, ...die eigenlijk protesteren... die ...gewoon tegen Israël. Ja. Tegen de verre existentie... ...van Israël. Hè, from the, the, river, tot, to the sea. river to the sea. Ja, Dat moet allemaal weer weg. Uh, maar... Het hele idee dat dat daar gewoon kon staan blijven, dat het gewoon consequent ook werd schoongemaakt en dat het bijna niemand daarvan weet, dat zoiets belangrijks daar staat. En dat dat ook in verschillende. En wat het ook betekent en wat ja. het symboliseert, dat weet dan ook niemand. Nee, maar echt een rationele plan voor de mensheid voor de 21ste eeuw. Dus dat utopische idee van de, de mens kan worden wat hij wil, maar dan heb je nog hè, het oog, dus het puntje in die piramide, die kan nog iets meer. Die zijn meer, net als Satan in Genesis, van... ...gij zult zijn als God. Precies. En dat... ...en dan raak je aan de theologische kern ook van die 2030-agenda. En dan zie je ook hoe ze steeds allerlei christelijke symbolen... ...omkeren in een seculiere of uh, antichristelijk tegendeel. Want wat betekent SDG natuurlijk ook? Een antichristelijk? Nee. Soli Deo Gloria. Dat was de... Uh, Wauw. Daarmee ondertekende Bach altijd zijn christelijk geïnspireerde zijn, uh, zijn muziek. muziekstukken. Uh, ook uh, iedere Urker koor of zangkoor die, nieuw is... Nieuw voor mij, je krijgt even rillingen van geworden. Cool, als he? ik dat hoor. Ja. Ja. Dus er zijn steeds allerlei dingen, die kun je, ja, op de ene manier kun je ze bezien en als je het niet weet, de, je hebt de kennis niet, dan ben je er niet van doordrongen dat ze tegelijk een hele diepe wist... religieuze symboliek hebben. Ah, weet je hebben. het niet, want ik wist het niet en als je het ziet dan denk je, oh dat is toevallig. Ja. Zullen al mensen zeggen? Ja, maar, die, maar die, die, dat is het dus niet. Hè? Die toevalligheden die, die buitelen over elkaar. Weet je, dus, dat zijn de, dezelfde toevalligheden als uh, nou ja, dat weet tegenwoordig bijna iedereen, maar dat in Straatsburg de, de Toren van Babel als model heeft gestaan voor het gebouw. Ja. Dat daarvoor die toren staat uh, het gouden kalf, Zuis. Ja. Het gouden kalf, wat uiteindelijk ISIS is, wat er uit Egypte vandaan komt, met daarop Europa, die ja. opgevoerd wordt hè, mm -hmm. door Zeus. En datzelfde kalf. Dat zou jij ongetwijfeld ook weten. Maar waar vind je dat? Vind je ook bij de Verenigde Naties staat ook een groot kalf voor ja. de deur. Ja. Dat vind je bij de beurs in, in mm -hmm. Washington. Groot kalf voor de deur. Ja. En als mensen niet zo ver willen reizen, gaan ze gewoon naar Amsterdam naar de beurs van Berlaag. Ja. Want er staat ook datzelfde grote kalf voor de deur. Ja. En dat is allemaal al niet toevallig. Nee, er zit een duidelijke occulte agenda zit er omheen gebouwd. En als je die symboliek één keer kent, nou, neem alleen al dat boze oog in klimaatactie. Ja. Ja, dat is ook dat oog van Osiris weer. Ja. Uh, Osiris is trouwens ook de, de god van de onderwereld. En uh, ik had vanochtend uh, een gesprek met een, een spijtoptand van Milieudefensie, die erachter was gekomen dat er eigenlijk een soort dubbel spel werd gespeeld door wat ze dan ook het kartel noemen. Dus eigenlijk de mensen die alle banken en dingen in handen hebben. En, uh, ook die, die noemde ook het, het symbool X. Hè, je hebt nu ook Extinction Rebellion, XR. Maar X. Uh, ja, maar dat, dat, is, oh, dat is ook Twitter geworden, X toch? Ja, klopt. Maar, maar X, staat, X staat bij Extinction Rebellion voor Extinction. Nou, als je één keer weet hebt van uh, het feit dat er uh, leidende personen een soort depopulatie uh, idee nastreven, gewoon eigenlijk heel naar vistelus. Het waren beter dat het er allemaal niet was. Nou, gewoon, dan, dan zie je ook de occulte satanische inkadering daarvan. En dat is ook zo raar waarom partijen als de ChristenUnie. Ook SGP durft het niet te zeggen. Uh, die wil nog wel eens wat vragen stellen over de rechtsstatelijkheid van het een en ander. Maar iedereen gaat in die klimaatagenda mee. Terwijl dat is gewoon puur uh, de moralisering van materie. Het is een andere theologie. Niet van soli deo gloria, eer aan God alleen. Maar nee, wij eren de materie. Oftewel, nou, Dat, dat, mater. is, dat ja. is natuurlijk gewoon hier, weet je, Romeinen 1. Hm. Ze hebben de schepping gesteld boven de schepper. Amen. En daarom heeft God hen een geest van leugen gezonden, waardoor ze de dwaling gaan geloven. Ja, ik bedoel, mensen gaan er echt in geloven. Ja. Maar je zou van, van christenen, ChristenUnie, SGP, maar kerken enzovoort ook mogen ja, je verwachten dat ze Romeinen één wel eens hebben gelezen. Ja, lezen we anders wel maar even voor ja. het, het deel wat relevant is. Ja, als, als je, nou, dat deel wat relevant is. is uh, ja, ik bedoel, we hebben nou een huisteologe in de uitzending of ja, niet? Dan, uh, uh, dan, uh, ja. dan moet de Bijbel even open, hè? Ja. Nou, die is ook open hoor. <laughs> He, maar, Kijk, je, het... hebt, je hebt hier gewoon. Uh, er staat van, uh, want de toorn van God, daar praten we niet graag over, maar daar gaat het hier dan toch over, wordt geopenbaard. vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is een bewuste actie. Ja. De waarheid mag niet ja. gehoord worden, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het geopenbaard. Nou, daar gaan, uh, dat, dat gaat nog een stukje verder, maar dan staat er verderop: Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Dat is, dat is natuurlijk precies wat je ziet gebeuren. Dit is, letterlijk ja, dit is letterlijk wat je ziet gebeuren. De omkering de verering van het geschapene. Je ziet nu ook die hele beweging, daar hebben we het ook al in uh, interessante tijden over gehad die wil rechten aan de natuur geven. Ja. En dat komt gewoon regelrecht uit een VN programma Harmony with Nature. En daar wordt letterlijk gezegd van ja, de mens is maar één van de vele wezens die in de evolutie is ontstaan en die moet zijn plaats kennen. He, dus dat wij worden gelijkgesteld met de natuur. Maar dat betekent niets anders dan dat jij de mens ondergeschikt wil maken aan al het andere geschapene. Ja, want die mens hoort ook bij die schepping. Dus de, en dat wordt gesteld boven de schepper. Uh, dus, ja. De hele rol van de schepper wordt daar gewoon uitgehaald. Uit, de schepping zelf, de aarde, wordt tot natuur gemaakt. En dat zie je ook in het aardemanifest. Uh, dat door, uh, mede door Ruud Lubbers is geschreven. En uh, Steven Rockefeller. Nou ja, en bij Rockefeller Clan zit je helemaal in het hart van dat kartel. Uh, ...waarin dus ook aarde daadwerkelijk als een persoon met hoofdletter wordt aangesproken. Moeder aarde, hè, wordt natuurlijk. Uh, Gaia, ja. Uh, ja. daar gaat het over. Ja, nou in dat hart zit je dan dus. En uh, ik had vanochtend een prachtig gesprek met een uh, spijtoptante. Ja, daar dus... ja, begon je mee, ja. ja? En die is uh, door haar werk, die was aan het lobbyen tegen dat CETA-verdrag... ...dus dat vrijhandelsverdrag wat multinationals bijna ongebreidelde macht geeft, ook in Europa. Ja. En die kwam er toen ook langzaam achter van, hé, hey, ik ben hier, ik meende goed bezig te zijn... Maar ik, ik word hier meegenomen in een dubbelspel. En die is zich vervolgens ook als een heel kundig jurist... ...zich ook in die agenda gaan verdiepen. En uiteindelijk kwamen wij ook op theologische kwalificaties... ...komen we dan terecht. Welke? Nou, de echte klassieke strijd tussen goed en kwaad. Ja. Ja, dat is wat hier nu op. Hele... Daar gaat het om, hè. Want ik Daarom hebben vraag... we ook interessante tijden. Kijk, want, ik vraag vandaag ja. zijn mensen uh, in, in mijn kerkdiensten. Uh, is soms wat interactie. Ik ben ook mm -hmm. een beetje bijzonder dominee, zeg maar. Maar dan vraag ik: wanneer is eigenlijk de Eerste Wereldoorlog begonnen? En dan uh, ja, zie je, uh, vooral jongens, uh, uh, 1914. Dat is niet waar. Dat is al veel langer. Nou. De, de Eerste Wereldoorlog is begonnen in het jaar 1 van de mens. In het jaar 1 ad hominem. De... En weet je wie die begonnen is? God zelf. Die zegt tegen de, tegen de slang. Uh, ik verklaar jou de oorlog. Ik ga vijandschap zetten. Ik laat het niet gebeuren dat mijn schepping naar de galamise gaat. En dat jij mijn mensen inneemt. En dat je ze voor voor, voor goed stuk en kapot maakt en kapot laat gaan, mm -hmm. ik verklaar jou de oorlog. Ik nou. ga vijandschap zetten. Nou. En daar wil ik nou met jou uh, wel over hebben. Want we hebben nu natuurlijk uh, ook in die coronatijd gezien. Heel veel mensen begonnen, steeds meer mensen, zijn toch de open, ogen open gegaan. Voor de mogelijkheid in ieder geval dat er, nou ja, eigenlijk een Bijbels wereldbeeld is dat er achter de schermen van de macht, dat daar gewoon het kwaad heeft, Satan zaten als heer, heerser van de wereld. Je hoort dat dat heel veel de term apocalyptische tijden. Ja. Dat hoorde je in die, in die coronatijd ook heel veel gebeuren. Ja. Apocalyptische tijden. Ja, tegelijk zie je ook, uh, en dat is ook binnen die uh, anti-corona-beweging die toen ontstond, een hele grote new age tak die Zeker. ook opbloeit. En ik heb toen voor Blackbox al een keer een presentatie gegeven en gezegd van jongens, maar besef wel dat dat uiteindelijk ook dat hele nieuwe tijdsdenken zit ook aan de Verenigde Naties. Het hele idee dat de nieuwe mens moet zal komen met een hoger bewustzijn, dat is allemaal theosofie. En de theosofie bracht ook weer uh, via Annie Besant, bracht hij de Lucis Trust voor, hè, van Lucifer Publishers heette dat notabene. En dat, die zitten gewoon ook weer gevestigd bij de Verenigde Naties. Ja. Dus beseffen mensen dat wel? Nee, zeker niet. Nee. En nee. dan kan het dus uiteindelijk, wanneer je dan een geestelijk gezond antwoord uh, zoekt, ja, waar komen we dan uit, Simon? Nee, maar ja, uh, ja bij, de, bij de Bijbel natuurlijk. Ja. Ja. Het leuke van, van wat jij hier zegt, van beseffen mensen dat wel of zien mensen dat wel, mm -hmm. de, de Bijbel zegt, uh, uh, de natuurlijke mens, de gewone mm -hmm. mens, die begrijpt helemaal niks van de dingen die van Gods geest zijn. Nee. Die kun je niet zomaar zien. Daar moet je een geestelijk oog voor hebben. Mm -hmm. uh, en soms, soms, heel dikwijls is dat het truc. Kijk, ja. sommige dingen kunnen we natuurlijk gewoon om ons heen zien. En uh, als je goed kijkt en je ziet hoe, hoe planten en bomen groeien. en hoe het eigenlijk in de natuur normaal gaat. dan moet je al wauw onder de indruk ja. zijn van. Hè, dat je al honderd al jaar van tevoren. een uh, zonsverduistering kan voorspellen. en dat het op de milliseconden klopt allemaal, dat hele universum. Ja. Dat is natuurlijk absurd. Maar om ja. echt te zien dat er een god achter zit. moet je. Naar binnen stappen. Dan moet je, moet je iets zien. In het oude Israël had je die tabernakel. Eh, en dan kon je naar de buitenkant kijken en dan zag je een tent. Maar als je naar binnen ging en je keek naar boven. dan zag je dat onderste tentdoek was de hemel. Met engelen, blauw. Ja. En daar pas kon je, kon je zien wat God echt bedoelde. Eh, dus, dus wil je het zien, moet je erin stappen. Nou. Mijn dochter vroeg vroeger, uh, toen ze nog heel klein was, ze is inmiddels uh, zelf oma geworden, mm. maar toen stond ze aan de kant van het water zo, en uh, ik zat in het zwembad, stoer vader, erin gesprongen, en toen zei ze tegen mij, pap, hoe nat is het water? Mm -hmm. Ik zei, nou, er is maar één manier om dat te weten, ja. spring erin. Ja. Nou, zo werkt, zo werkt het ook met het zien van geestelijke dingen. Ja, want denk, merk je ook nu aan mensen om je heen, ik heb dat zelf ook wel gehad, uh, ik ben ooit al 25 jaar geleden. had ik echt mijn nou, tot geloof kom ervaring. In een, uh, bij een, uh, een evangelische secte, nota de Deur. Dus na Johannes uh, 14 is dat geloof ik. Ik ben de Deur, is dat ja. vernoemd? De uh, Deur der schapen. Ja. ja, toen werd mij verteld: van, nou, dan moet je nou maar veel Bijbel gaan lezen, dat is goed voor je geloof. Maar ja, ik ben een journalistenharses, uh, dan ga je teksten analytisch lezen en vergelijken. En raakte ik er juist eerder vaak van af. En dat soort periodes heb ik in die afgelopen. 25 jaar steeds gehad, dus ja, dat... ja, dan Philippus nodig. Dat, dat verhaal ken je, die uinig die teruggaat naar Ethiopië, ah, ja. en die zit in je zaaijat te lezen. Ja. 53 notabene. ja ja ja, ja en ja. dan zegt Filippus, uh, die wordt naartoe gestuurd, van begrijp je wel wat je leeft? Mm -hmm. En dan zegt hij, hoe kan ik dat nou begrijpen als niemand het mij uitlegt? Nou. Nou, dat, dat miste ik dus gewoon iemand waarmee ik op dat niveau ook kon sparen. Al heb ik wel door de jaren heen uh, goede geestelijke leidsman ook gehad. Ook uh, Jaap Hanekamp, ook uh, gepromoveerd theoloog. Uh, die ook in zijn daden vooral en zijn analytische intelligentie, want hij is ook gepromoveerd chemicus, dus die zowel in de lengte uh, verticaal als horizontaal kan denken. Uh, dat zijn mensen die mij ook door hun voorbeeld en mentorschap hebben, met die mij toch wel uh, een goede richting in kunnen houden. Maar wat mij uiteindelijk veel, wel weer meer terugbracht. Is gewoon uh, de dingen die je om je heen ziet. Die kun je alleen nog maar in dat geestelijk perspectief op een goede plek duiden. Dan kun je met één theorie van al kun je de dingen beter vatten. En anders dan blijf je allemaal losse dingetjes zien en kun je het geheel niet meer uh, overzien. Nou, maar je zegt dingen die je om je heen ziet, maar in de Bijbel liep je stuk, zeg maar. Nou, daarmee worden de dingen die in de Bijbel uh, werden beschreven worden gewoon rele relevant voor deze tijd weer. En dat is ook wat jij zei. Van, hey, je, je predikt ook met het idee van de dingen die in de Bijbel worden beschreven. Die moeten we ook nu voor jou weer gaan leven. Want... Maar één doel wat ik heb met het gesprek is de Bijbel er relevant maken voor deze tijd. Ja. Wat, wat heeft dat boek nu nog te zeggen? Ja, en merk je ook in jouw omgeving dat dat bij steeds meer mensen wel gebeurt? Ze zien de dingen om zich heen en denken: van vrek, hé, wat in die Bijbel stond. Want dat had ik ge... daar kwam ik dus ook op met die mevrouw van Milieudefensie. Op een gegeven moment kwamen we gewoon op theologisch terrein bijna terecht. De klassieke eindstrijd tussen goed en kwaad. Absoluut, ja, ik hoor dat ook van mensen. Van, ja, ja, nou, kijk, begin alleen. Al oh, met dat woord apocalyptische tijden. En mm -hmm. dan zeg ik tegen mensen: wat betekent dat eigenlijk, dat woord apocalyps? Mm -hmm. Dat weet bijna niemand. Ja, de he? onthulling, dat, hè? Ja, dat betekent ja. onthulling. Er komt ja. iets tevoorschijn. Mm -hmm. uh, er is nu iets tevoorschijn aan het komen. Ja. En dat ziet natuurlijk iedereen. Ja. Uh, uh, Zelfs meneer Schwab, die noemt het, hè? die zegt het ja. is time for a great reset. Dat oh, nou, ja. is ja. <laughs> de klassieke James Bond boef. Ja, had nog net niet die kat, heeft, die had Time for a great <laughs> reset. En ja. dat is waar. Ja. Maar dat is, dat is een duivelse imitatie van wat hier in de Bijbel wordt gezegd. Top. Het is tijd voor een grote schoonmaak, voor een mm -hmm. reset. ja. Uh, maar van de dat wel, die ze zelf maakten deels. Dat is ja. wel een andere dan... Uh, dan ...die meneer Saap uh, ja. bedoelt trouwens. En meneer Harari bedoelt van... Uh, ja, uh, echt Bahar homo deus. Echt, ja, ja. Het ligt er ook zo dik bovenop. Hè? Ze doen helemaal geen moeite meer om het te verhullen... ...wat ze van plan zijn. Nee, hij zegt het ook. We ja. are going to do it better than God. Ja. Forget the story about Jesus Christ. That's just fake news. We are going ja. to do it better. Harari, ja. hè? Ja. Joodse ja. professor... ...in Jeruzalem, ja. notabene, hè? die dat... Klopt. Dat en het grappige is ook dat uh, de boeken die, uh, en de boodschappen die zij uh, populair willen maken, uh, die Harari, die lag overal tot de boekentafel van de wereld. Ga je door. Uh, kon je zelfs in de supermarkt, kon je die kopen. Dus alles wat men ook uh, graag wil opdringen, het is ook al ontegenwoordig. Je krijgt het ook niks, niks anders te zien. Nee, en het wordt ook ja. steeds in positieve Klopt. context gepromoot. Klopt. En dat zie je met Richard Dawkins. Zag je dat? En dat zie ja. je met al, al dat soort. Ja. Antigoddelijke uh, dingen. Maar ja, goed. Ja. Neem alleen maar de, 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 de Rutgestichting en de hype naar de scholen ja. toe. Die, die willen promoten dat, dat, dat ja. uh, kinderen niet meer weten wie ze zijn. Ja, maar vooral ook dat dat gewoon rechtstreeks door de overheid wordt betaald. Ook die klimaatagenda. Uh, de klimaatprocessen van Milieudefensie worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd. Jaarlijks met 10 miljoen euro. Dat is ook gewoon zoiets. Ja. Ja, wie doet dat nou? Hè? En de andere grote financiers, bijvoorbeeld uh, Bodijn Poelman, uh, die loterijmiljardair. En in het buitenland zie je datzelfde. Al die procedureclubs worden uiteindelijk allemaal betaald door miljardairs, fondsen in een, in een kartel. Hè? Je hebt in Den Haag de European Climate Foundation. Nou, wie was daar een van de medestichters van, de Brenningmeijer familie. En een uh, mediamagnaat uit Canada, John McBain. En uiteindelijk zijn hun belangen allemaal te herleiden tot dat kartel, wat ook weer ban heeft met de banken en, enzovoort. En, ja, mijn macht, vraag aan jou is dan... Macht controle natuurlijk, allemaal. Ja, maar mijn vraag aan jou is dan ook... Hoe kan het nou dat er zo weinig christenen zijn en kerken... die daar nog, die daar nog steeds geen oog voor hebben? Terwijl het staat notabene in je eigen boek... dat er een valse profeet, een macht van het kwaad... dat hij openbaren zal. Maar ik... Uh, had... Jezus, Jezus zegt, als de Zoon als mensen komt... Hè, mm -hmm. want ik, ik, persoonlijk, ik geloof, Jezus is, is gekruist, gestorven... opgestaan mm -hmm. uit de dood, is in de hemel en gaat op een gegeven moment terugkomen en die gaat de boel ja. resetten. Dat mm -hmm. wordt de echte dat great reset de waar echte iedereen reset. van ja. van op zal kijken. Ja. Maar hij zegt als zo'n als mensen komt, zal hij dan nog geloof vinden op de aarde? He, dat is een vraag. Ja. Uh, en ik denk dat je in uh, in uh, nou, jouw kerkklok begint gelijk al te luiden. Dat is wel <laughs> heel mooi symbolisch. Maar ik denk dat je in in heel veel kerken wordt de Bijbel niet weggeloofd. Nee. Die is in stukjes gescheurd, die is uitgepuzzeld. Dat is natuurlijk in de, in de historische Bijbelkritiek in de 18e 19e eeuw, met name. Is dat hè, welhouden enzovoort. Ja. Het is allemaal, allemaal ontmythologiseerd. Ja. Alle spreken uh, we we van komt en beneden. Gekregen ja. En die heeft ja. echt de kerk leeggepreekt. Ja. En gezegd alles spreken over boven komt van beneden, we hebben het allemaal zelf betaald. Ja. In plaats van zelf uit de kerk te gaan, ging hij zelf inblijven, zodat de, ke de kerk leeg liep. Maar dat ja. vind je toch vandaag de dag nog. Uh, ja. ker Kerken die hun evangelie worden, worden uh, klimaatevangelie. We, ja. klimaat. ja. we moeten goed zijn voor het klimaat. We moeten goed zijn voor LHGBTQ. plusers. dat ik zeg niet dat je niet goed moet zijn voor die mensen hoor. Maar ik nee. vind de ideologie die er gedramd wordt, vind ik vreselijk. De klimaatideologie. Ja. Vind ik vreselijk. Ja. Ik zeg niet dat je, dat je niet goed moet zijn voor het milieu, want dat moet je zeker. Wel, het milieu, ja. ik zou de natuur, uh, gewoon de schepping. De, de schepping. Ja, 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 want er is een heel groot verschil tussen het klimaat, is een menselijke schepping. hebben we het ook in ons eerste gesprek al over gehad. Want ja. het is gewoon een statistisch construct. Het klimaat is geen schepping, ja, een nee. menselijke schepping. Maar het is niet de schepping van God. Nee. Het gemiddelde weer over 30 jaar. Nee, nee dus, zeker niet. Nee, je kunt geen neerslagparameters uh, of stormfrequenties kun je niet beschermen. Nee, ja, en, maar die, de, dat idee heeft men wel, hè? Ja, nee, maar ook, het, dat, dat miste ik ook, het gebrek aan doordenken. Men blijft gewoon bij de vrome verhaaltjes hangen, maar wil niet doordenken wat nou de consequenties daarvan zijn. En dat ook vervolgens in bijbels perspectief plaatsen. Maar dat vind je toch in de bijbel ook gewoon terug. Weet je, daar, neem maar een, een Jeremia. En die komt uh, uh, samen met, uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar die andere profeet. Uh, ik ben hem even, even kwijt, de naam van die profeet. Maar die voorspelt de koning alleen maar goede, prachtige, fantastische dingen. Het gaat ja. goed met Jeruzalem, het gaat allemaal goed komen. Nebuchadnezzar zal worden verslagen, er is niks aan de hand. Uh, ga, ga ah, u, ja, rust, ja, gaat u rustig ja, slapen. Ja, ja. Uh, en dan, dan komt Jeremia. En uh, dan zegt hij: Wat heb jij nou weer te zeggen? Jij hebt altijd nare, nare ja. roddingen te vertellen. Nou, zegt hij: Nee hoor, het is allemaal goed. Het is allemaal, hij heeft gelijk, laat maar. Nee, dat is natuurlijk niet waar. En dan komt hij met zijn verhaal. En dan. Ja, uiteindelijk, je weet waar Jeremia geëindigd is. Mm -hmm. Eerst in een diepe put met modder en waarschijnlijk afgevoerd naar Egypte. Uh, met ja. profeten loopt het niet goed af. Nee. Als Jezus op aarde komt, dan zegt hij: Jullie zijn net als je vader en je hebt de profeten gedood van Abel tot Zacharia En, en, en je, je, je luistert niet. Je, nee. je, juist in, in de kerk, op die plekken, in Israël toen, maar ook nu in de kerk waar het ja. gehoord zou moeten worden. Is het niet? Nou, afgesproken ik... een theoloog of een dominee in uh, Schoorl... en die, die kende zelfs het hele boek Openbaringen niet meer. Nooit van woorden. Nee, de hele inhoud daarvan was gewoon vreemd. En nou hebben die, al die mensen, we hebben zelf anderhalve meter kerken gehad, notabene. Dus gewoon een, hè, in plaats van dat je het evangelie van liefde, en dus eigenlijk gewoon, vre hè, vrees niet. Hoeven, er staat wel, hoe vaak staat het in de Bijbel? Uh, honderden keren? Ja, heel veel. Ja. Vrees niet. Maar dus was het een kerk van vrees wel? En uh, gehoorzaamde staat bij alles. En nu, nu ja, voel jij je nu ook een beetje zo'n. Uh, want jij komt nog in de kerk, ik ben al heel lang buitenkerkelijk. Ja, ik, uh, ik kom Goed. overal waar ze me vragen. Ik ben altijd, ja. uh, altijd blij met degene die uh, preekt dan. Want dat ben ja. ik altijd zelf. Dat is een krapje. Maar... maar ben je daar nu ook binnen de kerken waar je wordt uitgenodigd ook controversieel? Of begin je daar toch wel iets steeds meer wat besef te zien dat mensen wel zien van hé, hey, wat er nu gebeurt. Is anders dan hoe wij bijvoorbeeld de jaren 60 konden verklaren of de jaren 70. Sinds de jaren 90 en helemaal te, met de pieken tijdens de coronatijd, is er toch echt wel iets anders aan de hand. Dat je kunt duiden binnen het uh, Bijbelboek Openbaar. He? Dat we letterlijk dus een, een merkteken kregen dat je niet kon kopen of verkopen zonder dat merkteken. Dat is gewoon letterlijk gebeurd al. En het ligt nog steeds in de stijgers hè, met dat digitale geld. Ja, dat het ook gewoon gebeuren. gaat het ook gewoon allemaal gebeuren. Wij kunnen straks niet meer kopen of verkopen zonder hun merkteken. Nee, nee. Ik las gisteren nog dat echt dat uh, digital currency, dat uh, je mag geloof ik nog maar 3000 uh, euro bezitten. En uh, elke ja. euro die wordt uitgegeven of wordt ontvangen, die wordt geregistreerd en, be en is bekend bij ja. de overheid. Ja. Mijn, mijn bank appje, ik zal hier niet zeggen welke, want dan word ik er mm -hmm. misschien uitgegooid, maar die biedt mij voortdurend aan van... wij willen het graag voor u registreren... waar u uw geld aan uitgeeft. en Dan neemt mm. u een net overzicht en dan zetten we daarachter... Uh, wat het ook betekent voor uw CO2-uitstoot. Ja, ja, het allemaal, ja. Allemaal ja. heel keurig. Ja. Allemaal opstappen naar de ja. total control die er komt. Natuurlijk. Ja, maar waarom zijn er dan juist binnen... Uh, het instituut... dat gewoon helemaal bekend... Hè, die zou openbaringen 1317 kunnen dromen? Ja, maar dat, zij, vind, zij vinden... heel veel theologen van tegenwoordig... Mm -hmm. vinden, vinden mij... Uh, ja sowieso uh, minderwaardig theoloog en in ja, ieder geval een, paar, uh, com ja? complot, uh, de, een complot ja? uh, denk, je bent een uh, complotdominee? Uh, ja ja? ja er zijn ook kerken waar ik geweerd ben er zijn mensen die wegblijven als ik uh, kom omdat ja? Ja, als die idioot van Verkroningen komt dan uh, kom ik niet naar de kerk nee is, is dat ook binnen bepaalde gezintes of uh... nee er zijn zelfs gezintes waar ik juist weer wel wordt uitgenodigd mm -hmm. Mensen die dat wel zien, die dat mm -hmm. willen horen. Maar het, het, uh, ik denk dat je dat door de hele lijn van de kerken... Uh, ik heb pas gesproken, in een, uh, niet in een officiële dienst, want dat mag natuurlijk niet... maar mm -hmm. in een Rooms-Katholieke kerk met een heleboel witte uh, uh, woordjes voor me en zo. Ja. En die nodigen mij uit en die willen dat horen. Want die, ja. die zien dat ook gebeuren. Ja. Uh, in PKN-kerken nodigen we uit, zien dat ook gebeuren. Toch ook zelfs binnen de PKN? Zeker, toch? Het okay. is echt een, een beweging gaande. Ja. Maar ja, er zijn er ook. Uh, ja, Waar dat gewoon niet meer, niet meer gebeurt. Waar, nee. waar, de, waar de Bijbel er eigenlijk ook niet toe doet. Nee, maar is, is dat ook gewoon. Uh, heeft dat dan ook te maken met. Uh, kijk, ik, ik, ik weet nog wel, ik was zeven jaar, ik kwam bij mijn ouders hè, die uh, gingen naar een Protestantse kerk. Ik zei van, Haha, God bestaat niet hè? Nou, net, want ik had net gehoord gekleed dat Sinterklaas ook niet bestond. Nou, dan, dan gaat hij er ook uit. Yeah. Hè? Dat was mijn houding. Dus ik heb tot. Mijn studententijd in Wageningen altijd alleen maar, ook, ook maar grapjes zo gemaakt enzovoort. Maar dat die houding eigenlijk op een bepaalde manier ook in kerkgangers is blijven leven. Pas toen ik een daadwerkelijk echt geestelijke ervaring kreeg, echt ook uh, echt ervaring met het uh, occulte zeg maar, ben ik van overtuigd geraakt van, hé, hey, er is een geestelijke wereld. En ik, is dat misschien niet het, het hele besef dat er een geestelijke wereld rondom de materiële werkelijkheid is? Is dat gewoon ook al helemaal uit de kerk weg dan? Simon van Groningen, ik wil je hartelijk danken. En ik hoop je nog graag een keer dat we even lekker kunnen doorbomen en filosoferen. Als je naar ja. deze video hebt gekeken en je vindt het mooi, like hem even hieronder. Deel hem met vriend en vijand. Ontvang het maar. Als je een gelovige houding hebt, dan weet je dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen.